Yo, welkom bij de gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag zijn ze weer alweer de derde aflevering van Farming Simulator 22. Ik hoop jullie helemaal niet van de like van de video. Ik hoop dat de vorige video's ook goed zijn uitgekomen. Ik denk het wel. Het is net nog dezelfde dag als elke aflevering 3 heb opgenomen. Ik ben ondertussen al klaar met dit veld. Te oosten, niet te zaaien. Terwijl ik aan het zaaien was, passeerde het middernacht en roeide het dit. Popte het de bladgramras eruit. Dus ik ga dat heel eventjes laten, heel eventjes gewoon zo laten staan. Dus de volgende dag gaan we oosten. Ik wil nog een veld met gras inzaaien en een veld met bladrammengras of wel onseed weddes. Maar eerst ga ik de strooier gaan halen in de winkel. Want ja, daar gaat er ook ik ga nog. Oh, oké. En als je tips hebt van dat kan beter, of je zegt van dat ziet er misschien niet goed uit, of als je tips hebt van moet dat zo of kan dat zo nog beter gaan, en op die manier, altijd welkom. Oh, dat is altijd welkom. Tips zijn altijd welkom, sowieso. Laat ik deze hier zetten en eerst uitschakelen en laat ik met de. De stijl hebben we nog niet zo heel veel gedaan. Laten we messen met de stijl. Laat ik eerst achter de meststof gaan. En laten we dan naar het veld van. Dus laten we eigenlijk het grasveld dan gaan messen. En dan zaaien. En dan nog een keer messen. Is er iets in de winkel? We kunnen gebruiken om te oosten. Om het te oosten. No. Ik kan het niet gebruiken, want ik, ja, dat is enkel de dinges, de achtermaaier. En ik moet echt wel beginnen met de frontmaaier, want ik kan niks, maar. Dan zijn we dan weer, alleen kreeg ik een dia kapot, oh, die waar. Zo, en we vullen maar. Er is geen gewicht nodig. Nee. Laten we dan, ja. Ik weet het wel een beetje, ja, dat oog heeft lang, dat zaai heeft lang geduurd. Ik denk eigenlijk een beetje dat zaai laat. Want een andere aflevering moest doen ofzo, want het is het eigenlijk nog zo mooi. Maar oké, kan geen kwaad. 6 kisten zaaid. Alleen, ja. Is over middernacht gegaan, waardoor dat veld niet gelijk groeit. Niet gelijkmatig groeit, maar oké. De volgende dag kunnen we in principe al cultiveren. Dat veld eigenlijk helemaal cultiveren. Dus ik denk dat ik dan een grotere cultivator nodig heb, normaal. Maar ik zal eerst dat ene rasveld, wat ik eigenlijk gras wil maken. Waar kan ik het gras? Ah, hier. Laat ik dit veld hier gras, gras gaan maken. Yo, man, dat is een grote breedte. Grote breedte? Wow! We kunnen eigenlijk in principe twee keer over en twee gaan we hebben het veld gedaan. We hebben het veld bemest. Ja, oké. Okay. We moeten het nog een keer zaaien. Ik wil niet te veel zaaien ook. Niet te veel met dezelfde dingen bezig zijn.
En dan ook eerst de kraal die gaat in zijn en dan wat contracten, een contractje gaat doen. Dat we in principe kunnen een oogcontract of zo, of iets in die naast. Zo, hij is oog, bemest. Hij is bemest. Laat deze dan hierbij zetten. Ook hiernaast, daarnaast zetten. En laat ik dan weer met de stijl als ik draai. Dus de reden waarom dat ik de dingen laatst een beetje achter de schermen had gedaan. Of zo voor. Omdat hij niet irritant was. En ook gewoon langdradig gewoon net moest nog zo rot stuk en daarvan. Dat kan ik ook perfect. Of camera op cam doen, maar. Deze zal ik hier waarschijnlijk een timelapse van maken om het eigenlijk niet te veel te zaaien, zeg maar. Ik heb er een helper op gezet, later ondertussen een contract doen. Niet trolling, mulsit. Weet ik dat hij moet gaan walschoenen, maar ik heb geen wals. Dus daarmee moet je het momenteel doen. Ja, moet ik ook nog dingen. Contracten kunnen we best wel erbij nemen. We kunnen dit doen, dat heeft ook wel heel veel geld op. Ja, laten we dit doen. Then build west and what did you should think about your life at Margaret Hobby use it. Ik ga wel de dingen huren, want ik heb het zelf niet. Laten we eerst het eerste gras maaien. Eerste gras maaien van een ander. En welk veld moeten we doen? Oh, helemaal aan de andere kant, hè. Maar we gaan die. Nee, niet loskoppelen, niet loskoppelen. Ja. Helemaal aan de andere kant van de map. Dus ik ben bij jullie terug. Ben zo bij jullie terug als ik daar ben. Of nee, ik ga hier een timelapse maken van het contract weg. Baby, it's whatever. Or this ever, but you long gone. It don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of here. I'm out of here. Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulder. Done with my cigarette. From when all the smoke is clear. I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need an old man. We'll be right back.
whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The lot of you back got. Misschien kan er hier een dingetje liggen. Een collectible. Die in de. In de Elmcreek-map weet ik wel redelijk wat liggen, maar hier weet ik niks liggen van collectibles. Dat kan natuurlijk ook helpen om geld te verdienen natuurlijk. Dus als we veel collectibles hebben gevonden, krijgen we ook meer geld en dat is ook al. Oh, dat had ik zo. En dat kan dat de perfecte plek hier. En daarmee dat ik hier aan het zoeken was. Oh. Ik heb echt heel veel te sukkelen om die balen op deze balenwaarders te krijgen. Nu waarschijnlijk al heb kunnen zien in de timelapse. Nu hopelijk, nu nog die twee, laatste twee, en dat ze daar ook niet blijven liggen. In principe is het contract al afgewerkt, maar ik kan moeilijk het contract nu al verzamelen terwijl dat ik nog mee, terwijl dat die baan aan al liggen en dat ik zelf geen equipment heb om die baan op te pakken, dus ja. Ik denk wel de meest irritante dingen om eigenlijk balen mee te verplaatsen, zeg maar. Omdat er eenmaal dat er al één op ligt, moet je maken dat je niet de rond raakt. Of als je achteruit rijdt, of heb je die baal weer los. Oh, come on. Ik heb je hoor, maar niet hoe dat hoort. Heb je, maar het, ik heb wel niet vast hoe dat hoort. Liever dit dan dat ik opnieuw moet beginnen. Zie je hoe ik opnieuw begin. Dat vind ik zo irritant eraan. En dan er maar max 4 balen te rekenen kunnen verplaatst doen. Opgeraapt doen. Nee, come on. Deze baan heb ik het meeste gesukkeld. En dan konden ze nog op een kant, heb ik er tegen moeten rijden. En ze laten dat ze op hun zij gingen gaan liggen. Het was een gedoe. Zoals jullie kan ook zien, is het ook een gedoe. Dus mocht je zelf van met zijn water proberen, ik raad je af op. En nog nooit waar je hebt, nog nooit gespeeld hebt, dus eigenlijk niets zal afwekenen ofzo. Raad ik je aan om niet deze ballen kan hem niet. Dacht dat ik hem dat hij eigenlijk op mijn achterste zat. Dus mocht je een beginnende farming speler zijn, ik raad je echt niet aan om deze te kopen of te gebruiken. En moet je het toch gebruiken, ja, ik zeg jullie veel succes om de drop te krijgen. Ik moet echt perfect. Moet ik echt perfect. Perfect, perfect. Ik moet er echt wel perfect. Vanaf dat je een klein tikje er tegenaan heeft. Dat waardoor hij helemaal draait of wat hij weg rolt. Ja, die heb ik. Die heb ik hoe ik die hoe ik hem hebben moet. Die leg ik er ook op.
op de meest irritante plek op ooit, hè? Van de kamer van verplaatsen, ja. En meest van verplaatsen. Dat die men op dat die weg is van die irritante plek, want ik moet er echt precies recht pas nemen, dus in principe kan ik dit doen. Nee! Oh! Moet die bal wat meekrijgen, nee? Ah, die bal en... Die bal moet aan mee, of ik heb een probleem. Want die bal, die blijft hier altijd liggen. En dan wel, dat is niet de bedoeling dat hij hier altijd blijft liggen, want in principe die bal die blijft dan gewoon liggen, omdat dat zo zegt heel ballen zijn. Dan heb je dat probleem. Dat ik al meerdere keren gehad heb. Ik dacht van, goed kan die bal niet naar zijn kopen, dan krijg je die verkocht. Ik kan leren en dan blijven al die ballen liggen. Alle ballen blijven liggen. Behalve de alle rest reset, behalve de bal. Waardoor dat die bal eigenlijk in principe van jou zijn. De zeemse verkopen, maar ik blijf niet. Je hebt equipment ervoor niet en ja. Of je moet je camera hebben en je hebt de bal, de size per eerste dag. Waardoor dat hij niet in de wapper past. In de wikkelaar past. En dat nog meerdere keren meegemaakt. Hè? Dus ik wil die bal wel weg hebben voor de series. Puur omdat ik ik wil niet hier deze bal laten liggen. Ik vind dat ik dat niet echt... Iedere keer dat ik achteruit ga, doe ik hem omhoog, dat die bal erop blijft liggen. Normaal gezien, ja. Het is wel jammer, dit vak. Allee, come on. Ga erop, hoe dat ik hem erop wil hebben. Ja. Finally. Ik zeg je... met deze dingen heb je wel het geduld ervoor nodig. En laat het nu echt naar de naar het verkooppunt rijden. En dan stop ik de live de video. Oh, min altijd. Hè? Ik ben gewend om live te streamen. Dus mocht je mijn live willen zien, linkje in de beschrijving. En ik heet Flight Guy 3. Een 3 erbij. Puur omdat Flight Guy blijkbaar op is kon. Dus daarmee. Ja. Laat ik dat gaan verkopen en dan stop ik de video voor vandaag. Ik ben heel weinig te doen in die tijd, vind ik. Denk dat dan de tijd heb. Voor de volgende video's wat minder hard zal zetten. Ik denk dat ik hem minder hard zal zetten. Ik ben 7000 liter. Dat was 7000. 7000 is 14000 liter voor 1. Drie keer, dus 7000 liter maal 3 is 21000 liter aan balen hebben we eruit gekregen. Ah ja, waar was dat nu weer? Inderdaad, maar inderdaad, als je contract afloopt, dan zie je het niet meer op de map staan waar je het moet verkopen.
En dan reed je wel een keer verkeerd, joh. Wat ik nu doe. Ah, ik zie het al. Ah, hier. En dan de volgende aflevering kunnen we gaan cultiveren. En laten we dit collecteren. Met 82 van de lease cost, dus dat is heel veel, dus 3.651 euro krijgen we er in totaal voor. Dus collect. Laat ik de nacht doorspoelen en dan is het het einde van de video. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. Vandaag hebben we gas gemaakt. Ras gemaakt. Ben benieuwd hoe dat die bladrammernas hoe momenteel is. En dan als die bladrammernas als we gezien hebben. Oké, ik moet nog één nacht wachten. Dus ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. En dan zeg ik doei doei!